Vandaag ga ik aan de slag met zalm. En dat maak ik met een echt krokant kruidenkapje. En voor dit gerecht heb ik natuurlijk nodig mijn zalm, boter, verse kruiden, paneermeel of roodkruid. Begin met de boter. Hoppakee. Verse kruiden, in dit geval heb ik koriander en dille. En die hak ik een beetje. En dan mag dat gewoon erbij. Gaat er wat broodkruim bij en mix maar. Moet een beetje dikke kruidenboter zijn, kan het ook vormen. Bakpapiertje. Ik heb hier een beetje folie, huishoudfolie. En een deegroller, pepermolen in dit geval. Hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. Die boter moet in de vriezer, want die moet opstijven. En na een minuutje of 10 is die klaar. Maak je lange banen, ongeveer de grootte van de zalm. En die gaat dan op de zalm. Het zalmpje erop en op het metstel. Dan haal je het eruit. En de saus. Ziet het er niet heerlijk uit, hè? Wil je nou meer gourmet inspiratie? Ga dan naar calvé.nl. Eet smakelijk!